Dit is de kudde van schaapsherder Ilse de Bruin uit Wieringen. Sinds een half jaar werkt ze met deze topatleten. Wachten, lay down. Ive, lay down. We hebben de dieren geselecteerd. Ze zijn eigenlijk allemaal een beetje tussen de 2 en tussen de 6 jaar. De schapen zijn gewoon mooi in conditie. Qua uiterlijk zijn ze eigenlijk allemaal wel een beetje geselecteerd. Zodat het gewoon één monogame kudde is. En ja, dus dat ze goede prestatie kunnen leveren. Ilse kent haar schapen goed. En er zitten zeker een paar toppers tussen. Dan ga ik natuurlijk niet zeggen wie dat zijn. Want dan krijg ik heel veel telefoontjes. Van ik wil die hebben en ik wil die hebben. Dus nee, dat ga ik niet doen. Nee. Maar die zijn er dus wel? Die zijn er wel. Ja, als je er een paar bij elkaar doet, dan zijn ze misschien wat gehoorzamer. Maar dat ga ik niet doen. De deelnemers van het WK Schapendrijven krijgen willekeurig 5 schapen toegewezen. En die moeten met behulp van de hond een parcours afleggen. Je kan dus ook pech hebben. Ja, er zijn er 3 die zijn er stout. Als ze een gaatje of zeg maar een opening zien, dan zijn dat de eerste die er doorheen gaan. Dat is het geheim. Er zijn wel vaker schapendrijfwedstrijden gehouden in Noord-Holland, maar de wereldkampioenschappen zijn voor het eerst. Maar dat het nu hier in ons mooie Noord-Holland is, één hoog woud, georganiseerd, helemaal op en top. Ja, dit is fantastisch. En dat ik daar deel van uit mag maken met mijn kinderen, ja, dat is geweldig. Het mooiste wat er is. Ja.